je leven. Maar eerst, wat gebeurt er als je mensen met een laag inkomen 3 jaar lang $1000 per maand geeft? Dat was de onderzoeksvraag van een experiment in de Verenigde Staten. Interessant, want de afgelopen jaren kreeg het idee van een basisinkomen steeds meer aanhangers, ook hier in Nederland. En uit het onderzoek blijkt dat mensen iets minder gaan werken en iets meer geld weggeven aan familie en vrienden. Maar wat vertelt dit experiment als we een beetje uitzoomen over het basisinkomen? Dat ga ik vragen aan Simon van Teutem van De Correspondent. Houdt zich bezig met het basisinkomen. En ook aan Alexander Droo van de Vereniging Basisinkomen. Die, de naam van de vereniging, doet het al een beetje vermoeden, pleiten voor de invoering van zo'n basisinkomen. Goedemiddag allebei. Simon, het is een experiment op initiatief van Sam Altman, de CEO van OpenAI. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. Waarom wilde die dit experiment doen? Ja, dat is een goede vraag. Je ziet eigenlijk in Silicon Valley en in die hele tech-ondernemerscirkel zitten best wel veel mensen die enthousiast worden van het idee van een basisinkomen. Mm-hmm. En dat heeft veel te maken met hun toekomstvisie eigenlijk wat betreft kunstmatige intelligentie. Want een aantal van die mensen denken dat een groot deel van het werk dat we nu dag in dag uit doen, dat op termijn overgenomen kan worden door AI-systemen of door robots. Mm. En dan hebben we toch een ander sociale zekerheidssysteem nodig. Want het sociale zekerheidssysteem dat we nu hebben is eigenlijk er heel erg op gericht om mensen die geen werk meer hebben weer terug aan het werk te krijgen, terug de arbeidsmarkt in. En je kan je voorstellen dat als een groot deel van de banen zou verdwijnen, en dat is een aantal mensen die daarin gelooft, dat zo'n systeem daar dan eigenlijk niet meer bij past. Dat je dan eigenlijk toe moet naar een systeem waar mensen gewoon een rustig vangnet hebben, waar ze niet weer terug de arbeidsmarkt op worden gedwongen. Omdat het geld dan in de economie al op een andere manier wordt verdiend. Ja, dan is de noodzaak er eigenlijk minder inderdaad. Mm-hmm. Zo meteen dan even over of die theorie klopt. Maar eerst even het experiment zelf, want hoe hebben ze dat aangepakt? Ja, het is echt het allergrootste experiment eigenlijk van het basisinkomen dat we tot nu toe gezien hebben. Voor zover ik weet. Dus ze hebben aan 1000 mensen in Illinois en Texas hebben ze $1000 per maand gegeven. En nog eens 2000 mensen die kregen $50 per maand. Dus dat was eigenlijk de controlegroep. Hè? Net zoals je in medische experimenten heb je een soort randomized control trials. Mm-hmm. En dan wil je willekeurig mensen uitkiezen aan wie je wel het medicijn geeft, of in dit opzicht dan het basisinkomen. Dat je zo kan vergelijken, dat je echt de effecten ziet. Precies. Ja. Precies. En wat is het voor iedereen, het basisinkomen, of moest je wel weinig geld hebben om hier aanspraak op te kunnen maken? Ja, het was wel specifiek gericht op mensen met een laag inkomen. Dus die $1000 per maand was al gauw 40%, leidde al gauw tot een 40% toename van inkomens van het huishouden. Oké, dat is flink. Dat staat in de paper. Ja, ja. En wat zijn dan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek? Ik denk dat de uitkomst waar het nu het meest over gaat is eigenlijk die wat het doet met het werk van mensen. Dus je ziet eigenlijk dat 2% van de mensen die dit bedrag krijgt, stop met werken. Nou, dan denk je 2%, dat is niet zoveel. Nee, inderdaad. Alleen, veel mensen pleiten voor een universeel basisinkomen. Dus dat is een basisinkomen voor iedereen. En als 2% van de mensen dan stopt met werken, dan is dat wel vrij veel natuurlijk. Omdat, als je kijkt naar werkloosheid in Nederland bijvoorbeeld, is minder dan 4%. Dus dat gaat wel over grote getallen. En dan nog los van de mensen die stoppen met werken, gingen de mensen gemiddeld 8 dagen per jaar minder werken. Dus dat is ook nog een stukje minder, wat op hele grote schaal natuurlijk best wel gevolgen heeft voor je economie. En dat is opvallend, omdat in eerdere experimenten met het basisinkomen, die vaak nog wat kleiner waren of niet zo groot opgezet of niet zo lang, zag je die effecten op werken eigenlijk niet. Ja, er wordt ook altijd gezegd dat mensen een stuk gezonder worden als ze niet meer last hebben van geldzorgen. Zie je dat terug in dat paper? Ja, ook in dat opzicht was het wel een beetje teleurstellend voor veel grote enthousiastelingen over het basisinkomen. Want je zag dus in het eerste jaar wel een vooruitgang in mentale gezondheid. Mm-hmm. Maar daarna ebte dat eigenlijk meteen weer weg in dat tweede en derde jaar. Het ging dus om 3 jaar. En in de fysieke gezondheid zag je eigenlijk geen effect. En ook geen effect op lichaamsbeweging of op slaap. Maar wat je wel zag, en dat was toch wel een lichtpuntje, is dat mensen meer naar de tandarts en naar de huisarts gingen. Dus het zou best wel kunnen dat je op langere termijn wel positief gezondheidsgevolg hebt. Maar, is dat ook niet iets dat heel erg aan Amerikaanse contexten afhangt? Dat wilde ik net zeggen, Omdat daar gezondheidszorg gewoon veel duurder is en niet verzekerd. Precies. Ja, precies. Okay. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook een eigen risico, dus kun je wel een effect voorstellen. Maar ik denk dat dat wel net wat anders zit, ja. Ja, Alexander Droo, u bent groot aanhanger van het idee van een basisinkomen. Simon zegt, ik kan me voorstellen dat het wel
een teleurstellend onderzoek is voor aanhangers. Deelt u dat gevoel? Heeft u dat zelf ook? Ja, dat is natuurlijk maar één aspect. Hè. Er zijn veel meer aspecten van het basisinkomen. En de voordelen daarvan zijn groter dan alleen of je nou wel of niet gaat werken. En de meeste experimenten, er zijn al tientallen experimenten, hebben aangetoond dat er nauwelijks effect is over de arbeidsparticipatie. Maar in dit geval dus wel, en dit is een groot onderzoek, dus stelt u dat dan teleur? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit voor uw argument? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. We hebben 10 argumenten waar we voor zijn en dit is er maar één van. En in Finland kregen 2000 langdurig werklozen slechts €560, evenveel als hun bijstand. En daar was het effect wel. En eigenlijk alle andere onderzoeken zie je dat ook, dat met name die mentale gezondheidszorg erg veel beter wordt. En wat is de gedachte daar dan achter? Nou, inderdaad dat je geen geldzorgen hebt. En bijvoorbeeld in India, waar 8 dorpen het kregen en 12 dorpen kregen het niet. Mm-hmm. Dan kwamen de onderzoekers na een half jaar weer terug. En toen hadden die jonge vrouwen een sluier afgedaan. En dat was omdat ze zeiden, we zijn nu onze eigen baas. We hoeven niet langer te luisteren naar de oudste van het dorp. Nou, dat is een niet-materieel effect, maar wel belangrijk. Maakt het erg uit, Simon, in wat voor land je het basisinkomen in zou voeren? Is die context erg belangrijk? Ja, absoluut. Ik denk, kijk natuurlijk überhaupt als je in veel ontwikkelingslanden gaat kijken of nog opkomende economieën. Mm-hmm. Ja, daar is de noodzaak natuurlijk ook veel groter, dat mensen die gewoon geen toegang hebben tot normale gezondheidsfaciliteiten of onderwijs geld hebben. En je hebt ook best wel wat grote organisaties, hè, zoals GiveDirectly. Zo'n stichting die in plaats van te kijken naar ontwikkelingsprogramma's waar mensen zelf, westerse landen dan zelf iets optuigen, geven ze gewoon geld uit aan mensen. En dat blijkt heel erg effectief. Maar dit onderzoek gaat eigenlijk over de vraag of het in landen als de VS en Nederland werkt. Ja, en Alexander de Roo zegt, uit andere onderzoeken blijft wel dat het positieve gezondheidseffecten heeft. En bijvoorbeeld op stress een positieve impact. Zou het, Simon, hier ook kunnen zijn dat mensen wisten, de proef loopt af en dat je dan weer een soort van vooruit daarop stress ontwikkeld? Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen dat je went eenmaal aan dat hoge uitgavenpatroon. Dat gebeurt, economen noemen dat lifestyle inflation. Onze uitgaven die houden zeer sterk verband met wat er binnenkomt. Ja, ik zou ook wel stress ervaren als ik 1000 euro minder krijg. Ja, precies. Ja, nee, daarom. Dus dat kan wel. En kijk, sociale wetenschap is nooit eenduidig. Het is altijd lastig. Dus het is ook niet heel gek dat je bij verschillende experimenten in verschillende landen niet meteen precies dezelfde resultaten krijgt. Dus ik denk dat je hiermee ook niet de doodskist voor het basisinkomen kan klaarleggen of zo. Dat is allemaal veel te vroeg. Maar ik denk wel dat het voor mensen die dachten dat het echt helemaal geen effect op werk of zo zou hebben. Of een negatief effect of mensen wel zouden willen werken, is denk ik wel een beetje negatief. En dat zeker voor Nederland natuurlijk. Hè, want de meeste mensen geloven in Nederland nog niet dat kunstmatige intelligentie alles voor ons gaat doen. Maar die zitten eerder te denken aan, we hebben een vreselijk toeslagenstelsel. En we hebben een hele hoge marginale belastingdruk als je weinig verdient, wat mensen ontmoedigt om te werken. En misschien kan het basisinkomen daar wel een uitkomst in bieden. En dan is het wel een beetje teleurstellend als het in Nederland ook zo zou zijn, dat minder mensen zouden gaan werken. Ja, bent u daar bang voor, Alexander de Roo? Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Waarom niet? Nou ja, Guido Imbens, de Nederlander economie, die heeft de Nobelprijs gewonnen. Die heeft uitgezocht wat gebeurde er in Amerika met mensen die de loterij hadden gewonnen. Die kregen $2000 20 jaar lang. En de meeste mensen bleven gewoon werken. Er was nauwelijks effect op de arbeidsdeelname. De loterij is nogal wat anders dan €1000 per maand. Nou, dat was $2000 per maand in de jaren 90. Dus dat zou nu wel $3000 zijn. Het enige wat je daar zag, is dat mensen die tegen hun pensioen aan zaten, wat eerder met pensioen gingen, en mensen die eerder werkloos waren, gingen alsnog betaald werk doen. Want het is soms best wel leuk, dat betaald werk. Nee, maar kijk, we hebben in Nederland 50 verschillende regelingen om mensen van inkomen te voorzien. Waar wij voor pleiten, hè, die 4 toeslagen is maar een onderdeel. Het is veel erger allemaal. En dat moet gewoon veel simpeler. En als je die 50 regelingen verspreidt over alle Nederlanders, dan heb je al €1100 per persoon. Per en stel, maand. Nederlanders gaan ook wat minder werken, dan denkt u dat moeten we maar op de koop toenemen. Ja, dan moeten die ondernemers ook eens wat verzinnen om dat beter te doen. Ik was in Korea en daar werd je gewoon bediend door robots. Geen probleem, dat scheelt weer iemand die het eten komt uitserveren. Ja. Dat kan ook gewoon. Simon, het is natuurlijk best een bedrag voor die Amerikanen die dat krijgen. €1000 per maand. Waar gaven ze dat aan uit? Ja, dat was wel interessant. Dat eigenlijk, ik zag dat bovenaan het lijstje stond eigenlijk dat het geld ging naar het helpen van
familie en vrienden eigenlijk in de directe omgeving. Mm-hmm. En dat kun je je voorstellen. Als je laag inkomen hebt en je krijgt in één keer veel meer geld. En iedereen in de omgeving die moet nog steeds best wel de eindjes aan elkaar knopen. Dat je dan ook je directe omgeving gaat helpen. Dus dat vond ik dan wel een mooi resultaat. Ging ook veel geld naar kinderen en kinderopvang. Nu is het wel een beetje verbazingwekkend. Dan zou je denken dat er dan misschien ook weer meer tijd vrijkomt om te werken. Maar ja, veel van die tijd ging dan misschien toch in vrije tijd zitten. En er ging ook wel iets meer geld naar alcohol en tabak en marihuana. En dat was dan waarschijnlijk omdat ja, als mensen meer vrije tijd hebben, brengen ze ook meer tijd met vrienden door. En dan drinken ze misschien ook wat vaker daar wat bij. En wordt dan gratis geld ook anders uitgegeven dan als die 1000 euro extra aan salaris was gegeven? Dat weet ik niet. Ja, daarvoor, dat is wel een hele interessante vraag eigenlijk. Maar daarvoor zou je eigenlijk nog de groep moeten vergelijken met een groep die willekeurig een promotie krijgt op zijn werk. Ja, het is dus allemaal bedacht door Sam Altman, dit experiment. Omdat hij dus denkt, ja, AI komt eraan. We gaan uiteindelijk veel mensen, er gaan heel veel mensen hun baan kwijtraken. Denk je dat die vrees terecht is? Nou, het is gefinancierd door Sam Altman. Het is volgens mij niet. Ik denk niet dat hij zich verder heel erg met onderzoeksmethode heeft. Nee, maar het idee dat het onderzoek toen moest komen kwam van hem, toch? Ja, ja. Maar ja, en ik denk dat hij. Ik denk dat je daar echt heel erg weinig over kan zeggen. Want wat mensen die technologische ondernemers zijn en veel in de VS zitten, hun idee van die technologische vooruitgang met kunstmatige intelligentie is eigenlijk dat plotseling heel exponentieel kan gaan. Dus als die kunstmatige intelligentie eenmaal iets slimmer wordt dan mensen, kan het zichzelf ook allemaal dingen leren die wij het niet zouden kunnen leren. En dan kan het natuurlijk heel hard gaan. Maar ja, of dat punt over 5, 10, 50 of 100 jaar plaatsvindt, dat is nogal lastig te zeggen. Dus ik kan er geen boude uitspraak over doen. Oké, nou dan moeten we dat voor nu eventjes laten liggen. Ik kan me wel voorstellen, Alexander de Roo, dat als je zegt, we moeten dit in Nederland invoeren, ook om bijvoorbeeld toeslagen te kunnen afschaffen, dat je eigenlijk ook in de Nederlandse context meer experimenten moet doen. Bent u daar ook voor? Nee, we hebben genoeg experimenten gedaan wereldwijd. Ook in Nederland een paar. En die waren eigenlijk niet fatsoenlijk opgezet. Oh. We laten regelmatig onderzoek doen. De FNV heeft onderzoek gedaan. Bij de onderzoeken kwam dat ongeveer 60% van Nederland is daarvoor. 20% is tegen en 20% twijfelt. Ja, maar dat zegt niet zoveel over het functioneren ervan, toch? Een opinieonderzoek over voor- en tegenstanders. Nou, het geeft wel aan dat mensen van die toeslagen af willen. Want de vraagstelling was, voor iedereen een basisinkomen is een beter systeem dan een systeem met allemaal toeslagen en aftrekposten. En daar was dus heel concreet het antwoord op. En het grote verschil met 2 jaar geleden, toen het nog ongeveer 50-50 was, dat mensen zitten financieel klem. En bijvoorbeeld de groep laagbetaalden, die waren het meest sceptisch. Er was wel 40% die zei, we weten niet. Die zeggen nu, voer het in en nog maar 11% is tegen van die groep. Dus er moet echt wel wat veranderen. Ja, nou vind ik die opinieonderzoeken in dit opzicht niet per se het allerinteressantste. Want ik ben wel benieuwd, Simon, weten we of het in de Nederlandse context te betalen is? Of er genoeg belastinginkomsten zijn om zo'n systeem helemaal anders in te richten? Nou, dat hangt dus heel erg vanaf wat voor effect het heeft. Als er heel veel mensen minder gaan werken op het moment dat je dat invoert, dan en je moet natuurlijk ook nog alle toeslagen afschaffen. En er moet ook nog eens uitvoeringscapaciteit zijn bij de Belastingdienst, die er nu volgens mij helemaal niet is. Maar ja, al met al lijkt het mij heel verstandig om juist wel een paar goed opgezette experimenten in Nederland te doen. Daar heeft iedereen baat bij. Ik denk zowel de voor- als de tegenstanders. Want Alexander zegt zelf ook dat die onderzoeken in Nederland tot nu toe nog niet zo goed opgezet waren. En volgens mij is het ook in westerse landen, zeker de VS en Nederland, zijn heel verschillend. Dus kunnen die effectgroottes nog best wel uiteenlopen. Ik dank jullie voor dit gesprek. Simon van Teutem van de Correspondent en Alexander de Roo van de Vereniging Basisinkomen.